Mijn naam is Karim Amgar. Ik ben 30 jaar, vader van één. Tweede is op komst. Wat ik doe is, ik ben mede-eigenaar en initiatiefnemer van Wijwijs. En daarmee doen wij sociaal-maatschappelijke projecten om een mooier morgen te creëren, waarbij we voor een groot deel focussen op het onderwijs. Wijwijs is een sociaal-maatschappelijke organisatie, waarbij we verschillende projecten doen op het gebied van het dichter bij elkaar brengen van mensen die radicaal van elkaar verschillen. Wij geloven heilig in dat dialoog mensen dichter bij elkaar brengt, en dat als mensen met elkaar in verbinding staan, zonder dat ze het altijd met elkaar eens hoeven te zijn, dat we een betere samenleving creëren. Daarbij zien wij onderwijs als het fundament van een goed werkende samenleving. We doen verschillende projecten voor de gemeente Lansingerland. Eén daarvan is de hackathon. Een ander project is een project over diversiteit, waarbij we het klaslokaal ingaan om inderdaad weer mensen die radicaal van elkaar verschillen, om die dichter bij elkaar te brengen. Nou, wat wij bijvoorbeeld doen voor scholen is dat er na een aanslag veel verwarring en verdeeldheid is op een school. En wij gaan dan vaak langs om docenten en leerlingen, studenten te helpen om met dit soort thema's om te gaan. Dit doen wij door veel dialoog te voeren met elkaar, en dat doen we met een talking stick. En dat is een methodiek die ervoor zorgt dat we op een hele simpele manier mensen die anders denken dichter bij elkaar te brengen. Zonder dat we ze proberen te overtuigen om anders te denken, maar vooral om ze te overtuigen om open te staan voor elkaar en elkaar beter te begrijpen. Nou, de gouden tip die ik graag mee zou willen geven is: blijf vooral met elkaar in verbinding. Ook al ben je het niet met elkaar eens, blijf praten. Wil je meer weten over de dingen die Wijwijs doet? Check dan de Instagram-pagina van Lansingerland Jeugd, lansingerland.nl of wijwijs.nl.